Louis van Amstel en Julie Fryer. En het wordt heel, heel spannend. Want zij moeten dus bijna overal 6-0 scoren. Willen ze de Finnen van de eerste plaats afkrijgen. Maar zij zijn ertoe in staat, want zij zijn in 1994 en in 1995 wereldkampioen geworden in het Latijns-Amerikaans dansen. Bij de amateurs. En dit is het eerste jaar dat zij professioneel uitkomen. November vorig jaar hebben ze de amateurstatus opgegeven. En zij doen voor het eerst mee met deze showdance wereldkampioenschap. Julie Fryer is geboren in Manchester, zij is daar opgegroeid. Louis van Amstel, die komt uit Amsterdam. En samen trainen ze op de Nationale Danssportacademie in Alphen aan de Rijn. En ze hebben vele jaren meegedaan aan kampioenschappen bij de amateurs. En ik hoop dat ze hun debuut hier in Duitsland met een heel goed resultaat kunnen afsluiten. En kijken naar het tweede gedeelte van hun dans. Hele mooie lift. En ze eindigen weer met hun beginpositie. Het zal er ontspannen. Zullen ze meteen in de...